Een Nike is museum dat even deze op 1 september 2016 onder grote belangstelling waar de officiële opening verjocht door alle sponsoren, stichtingen die geld beschikbaar gesteld hebben voor het Nike Kiersmuseum te realiseren. 422.000 euro heeft het Kiersmuseum kost, maar dat is ik een plaatje. Heel wat muziekerskoen al de tentoonstelling van alle Kiersattributen en alle mooie Kiersmomenten zien. Piet Jetse Faber, een Nike-Kiersmuseum en hij is een eigen vitrine. Hoe komt het op jou? Ja, leuk hè. Het is een hele eer natuurlijk om hierin te hangen. Ja. Het is een heel mooi museum. Ik heb er nog een heel vluchtig trol geweest. Het is heel mooi hier, jochten, vind ik. Van alle tijd raken het het wat. Ik wil abstracte dingen, zeg maar. Je kent hier zelf keertje nog. Ik wil het jongen mooi soorten met wie. Heb ik begrepen, dus dat is heel aardig. Ja. Wat heeft een soort bewaren? De gimpies. De linten die allemaal kronen zien, allemaal medailles zien. Ja, als je dit maakt even onderscheiden. Dit is binnen een bepaalde tijdrakken, zeg maar. Dit zijn de eerste medailles. En daar hangt bijvoorbeeld die bruine medaille. Er zit een verhaaltje op. En dat is een van mijn eerste medailles die ik won met federatiekeerts in Haaien. En daar beneden bij de cirkel, het keertslong, zeg maar. En de medailles, die sek vol medailles die er loopt, er zit meer dan 300 in. Als ik die op een kop gooi, dan pik ik deze medaille eruit en ik weet precies waar ik hem won ga. Want er was een keertser, een Jouwert en Vries wie dat. En toen wie ik zelf, die wie wat ouder en de wie ik een jonkie. En die sloeg links op en rechts uit. Ik kon hem overhouden houden. En dat vond ik zo mooi. Ik denk, goh, dat is fantastisch. En toen won ik mooi de derde prijs. En omdat dat indruk op me maken had, als jonkie zeg maar, bleef dat je bij. Dus had ik die medaille, die pik ik er samen uit. Piet, wat hier is dan lauwe takken? Ja, ontzettend. Ja. En als je nou wist dat in het begin. Hoe ik wel eens een lauwe tak winnen, want die won ik nooit. Ze winnen doe wel, maar ik won nooit wat. Tot op een gegeven moment, toen begon het winnen. Of, ik won in het begin ook al wat natuurlijk, maar toen won ik eens een lauwe tak en dat begon zo terug. Ja, maar de meeste lauwe tak won je dan vooral de jongenscategorie, Alex? Hè? Ja, klopt. Ja, daar ben op zich hele mooie exemplaren bij. Zwier versilver de lauwe takken. Dat hier toch wel wat extra, inderdaad. Ja. Piet, wat er net is zitten, is. De stofzoers. Neem maar op wat van huishoudelijke apparaat van Jim in de titel willen doen. Nee, maar de kist misschien in de krantenknipsels ook wel wat achterkomen dat wij ook een tijd mooi maken had dat de omslag komen is van luxe voorwerpen naar meer financiële middelen, zeg maar. Waardebon, cash yield en dat soort dingen. En daar hebben we zelf ook aan bijdragen. Het is heel leuk. Maar als je trein grillbakken wil zien in je weekend winnen, dan wordt het wel wat voller van een goeie. Niks te zingen het feit dat de verenigingen altijd bezocht een goede prijs uit te zien. En wij winnen direct beslist net ondankbaar. Maar op laatst, de meesten die het door de prijs winnen, winnen morgen ook. Dat stapelt maar op een gegeven moment. Ja. Je bent de voorvader Mario van de Jong uit Manchem. Hij mag een huis niet, hè? Zaken, Piet Jetse vader en Jans Brandsma woning. En kon je keer binnen tijd. Ja, ik hier de Piet Jetse Plus, hè? Dat wie 1200 in je kap. Want zie ik hier een dubbele functie. Wat ik mooi, Piet Jetse, is. Maar die hard op een foto, hè? Ik belangrijk van die carrière, hè? Ja, u zou die wie. Mijn gerustig fan uiteindelijk. De hekken heel ze tot de hang. En Honigong altijd mooi. Die saai nooit wat, wie heel rustig. Dat wie van mij een voorbeeld. Ja. Wist misschien, wat doet het hier? Is het een eer? Het is een hele eer, uiteraard. Ja, het is wel wat over. Ik vond het wel wat over over de top net. Maar wel wat te volle eer eigenlijk. Want je doet het net alleen. Steeds wordt benadrukt van door best de beste keer. Nou, statistisch bezien is dat misschien wel zo, maar ik hoor het zelf maar op de meest succesvolle. En dan mag je in één adem al die keertjes om je heen nemen. Ja.
genieten. Ja, leuk. Bedankt, joh.